Nou Henk, we staan hier in Vassenveld en jullie gaan vandaag weer actie voeren. Normaal gesproken dan doen jullie dat in grote getalen met veel trekkers. Waarom vandaag niet? De animo is een beetje weg om met die trekkers. Het is heel veel werk. En een hele grote afstand kost heel veel brandstof. Plus je moet allemaal vervangen als regelen op je bedrijf. Ze pakken ons het recht van demonstreren af door het trekkerverbod. Dat is vanmorgen ook om 7 uur ingevoerd. Je bent niet meer welkom met de trekker. Dus ja, en je wilt er toch graag bij zijn, dus dan ga je op een andere manier. De vorige keer vond ik wel mooi dat ze de fiets achterop de trekker deden en dan tot daarna rijden en dan met de fiets verder. Dat was wel een leuk idee. En hoe gaan jullie nu vandaag? Wij konden zelfs de bus niet vol krijgen, dus nu gaan we allemaal met auto's. Dat is wel jammer. Hoeveel man gaat er zo'n beetje vanuit de Achterhoek? Wat staat hier? 15, 20 man. Ja, je zei, waarom gaan jullie precies? Kun je dat schetsen nog even kort? Wat is de hoofdmoot waarom jullie vandaag weer naar Den Haag trekken? Wij kunnen niet tegen onrecht. Er wordt onrecht aangedaan omdat op verkeerde basis. Er wordt geschermd met natuur en stikstof. Maar dat is niet de werkelijke basis. Ze willen hier een 3-state city maken in Nederland. Dat is Nederland, België, een stukje van Duitsland. Daar moeten 42 miljoen mensen komen worden. De grootste metropool van de wereld. Nou, daar passen wij gewoon niet in. Nou, en dat vind ik niet fair. Het is op een gemene manier. De animo is iets minder geworden. Bij jullie nog niet, bij de harde kern zeg maar. Tot hoe lang blijven jullie doorgaan? Totdat dit kabinet weg is. Ik heb gezegd, we gaan niet vanavond weg voordat de stekker eruit is. Maar die hoop is wel heel klein. Maar we gaan de dagen daarna gewoon door. De C van ChristenUnie en CDA, die moeten ze weer voorop stellen. Want dit is niet normaal wat ze doen. Minister Stachouwer was de enige die diep in zijn hart keek en die zegt, ik kan hier geen perspectief bieden, dit kan niet. En dat kan ook niet, je kunt die boeren geen perspectief geven als je allemaal weg moet. Dus die man was verstandig om op te stappen, maar de rest is helemaal verrot. Ja, en dan nu misschien de volgende keer wel weer in grote getalen met de landbouwvoertuigen, met de trekkers richting Den Haag, als het even kan. Je weet nog, ik weet niet of ik dat zeggen mag, maar ik heb al heel vaak gezegd van, ze blijven net zo lang zitten tot we ze er één voor één uitslepen. Ik hoop niet dat het zover komt. Ik hoop dat ze zelf zo verstandig zijn om weg te gaan.